Hoe moet Zeeland gecompenseerd worden voor het verlies van de marinierskazerne? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De kogel is door de kerk. De marinierskazerne van Doorn verhuist niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. Al sinds 2012 is er gedoe over deze verhuizing, omdat de mariniers niet bereid zouden zijn te verhuizen naar Zeeland. De afgelopen weken werd al duidelijk dat het ministerie van Defensie af wilde van de verhuizing naar Zeeland, tot ongenoegen van de Zeeuwen zelf. In de studio Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Bruins. Goedenavond. Een goed besluit? We zijn als ChristenUnie heel erg teleurgesteld. Al in 2012 was het besluit genomen dat de marinierskazerne naar Vlissingen zou gaan. En nu gaat het niet door na 8 jaar touwtrekken. En we zijn gewoon echt teleurgesteld. Ja, de staatssecretaris zegt, ik kan wel een kazerne bouwen daar, maar er zijn geen mariniers meer over dan. Want die willen er niet naartoe. Ja, de onderzoeken daarover die zijn niet eenduidig. Mm-hmm. Dus daar kan je ook nog wel over twisten. Maar we zijn gewoon teleurgesteld dat een belofte niet doorgaat. Dat doet ook iets met de betrouwbaarheid van de overheid. Ja, u bent coalitiepartner. Dus het besluit wordt mede namens u genomen door dit kabinet. Dat weten we. En toch zijn we heel erg teleurgesteld. Ja. We hebben ervoor geknokt. En het gaat toch niet door. En we zijn dan ook van mening dat er echt een forse compensatie voor Zeeland moet komen. Ja. De afgelopen jaren is al veel weggehaald door de overheid Zeeland. Ja. En nou gaat ook die kazerne niet door. Ja, dat is gewoon een hele grote teleurstelling voor de Zeeuwen. Ja, compensatie zegt u. Wat moet je dan aan denken? Ja, nou, er gaat een gezant nu aangesteld worden om dat met de Zeeuwen te overleggen. Mm. We vinden dat er echt een grote compensatie moet komen. Die ook echt goed is voor Zeeland. En dat moet die gezant nu gaan onderzoeken. Ja, maar dan denk je aan een fors bedrag. 1 miljard? 1,5 miljard? Ja, je kunt aan instellingen denken. Je kunt aan bedragen denken. Er zijn best wel problemen op het gebied van de arbeidsmarkt. Er trekken daar ook bedrijven weg. Als het gaat om onderwijs, zijn er dingen daar te doen. Ja. Je kunt op allerlei manieren daar wel iets voor verzinnen. En daar moet nou echt iemand in overleg met de Zeeuwen om ervoor te zorgen dat samen met de mensen in Zeeland wordt gekeken van hoe kunnen we compenseren. Ja, uw collega Kamerlid Christoffer van de SGP die zegt dit is gewoon contractbreuk wat de overheid doet. Het is in ieder geval de breuk van de belofte. Want dit is wel 8 jaar geleden al inderdaad toegezegd. En nu gaat het niet door. De VVD is al die tijd erbij geweest. En het is nu ook een VVD-staatssecretaris die het niet door laat gaan. Ik vind het wel lastig, terwijl je probeert het vertrouwen te bouwen van de burgers, dat een overheid zo'n belofte breekt. Ja. Ze gaan nu niet naar Zeeland, maar naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. De Veluwe, waar u zelf ook woont. Zeker. Zit u op ze te wachten? Nou, het Nieuw-Milligen is natuurlijk een prachtige plek om te werken. Net als Zeeland trouwens. En het is natuurlijk dicht bij Doorn, dus het is maar een kleine verhuizing. Dus de meeste mariniers hoeven dan niet te verhuizen, kunnen gewoon blijven wonen waar ze wonen. Daar kan ik best wat bij voelen. En ja, Nieuw-Milligen is ook een goede plek om de mariniers te huisvesten. Ja. Maar het blijft gewoon teleurstellend dat het niet Zeeland wordt. Ja, laatste vraag op dit puntje. Wie regeert er nou eigenlijk in Nederland? De politici of de militairen? Uiteindelijk de politici, ze nemen het besluit. En dit kabinet heeft dit besluit genomen, hoe teleurstellend het ook is. Ja, maar onder druk van de militairen. Ja, ik weet niet precies wat de overwegingen geweest zijn. Maar er is inderdaad wel protest geweest. En nu gaat het niet door. Dat is wat ik constateer. We gaan naar een ander onderwerp. CETA, het handelsverdrag met Canada. Er is debat over geweest. Dinsdag komt er een stemming. Waarom? Het loopt al 3 jaar. Ja. Waarom is er nu pas discussie over? Ja, CETA is al ingegaan. Ja. In Brussel is het al helemaal goedgekeurd. Alleen er zijn een paar aspecten waar Nederland zelf over ging, waar de lidstaten over gaan. Waaronder de manier waarop geschillen zullen worden beslecht. Dus daardoor is er nog een keer een politiek debat nodig geweest, waar wij ook aan mee hebben gedaan, om uiteindelijk niet 90%, maar ook die laatste 10% te ratificeren en door te laten gaan. Ja, en daar hebben we flink voor gevochten om een aantal belangrijke toezeggingen te krijgen. Ja, want uw partij speelde een sleutelrol in het Zeker. Debat. Als u niet meedoet, dan is het van de baan. Ja, dat klopt. Wij hebben in ieder geval in de Tweede Kamer bepalen wij of er een meerderheid is of niet. En we hebben op het gebied van vrijhandelsverdragen altijd gezegd, eigenlijk moet voedsel niet vallen onder vrijhandelsverdragen, omdat we in Europa hele hoge standaarden op het gebied van voedsel hebben. We willen ook onze boeren beschermen tegen oneerlijke concurrentie.
En die geschillenbeslechting, daar hadden we ook nog problemen mee. Ja. Nou, dat waren specifieke bezwaren waar we de afgelopen dagen, heeft mijn collega Joël Voor de Winter over gedebatteerd met minister Kaag. Mm. En een aantal hele belangrijke toezeggingen gekregen. Waardoor we nu kunnen zeggen van, nou, als die toezeggingen de komende week ook echt echt voldoende helder zijn. En ja, we willen ook nog een brief uit Brussel krijgen dat ook de Europese Commissie begrijpt wat wij zoeken voordat we ja kunnen zeggen. Nou, dan zullen we voor CETA kunnen stemmen. Maar er moeten nog wel even een paar duidelijke brieven op tafel. Ja, want als ik even met u de nabije geschiedenis inga, 2016, 4 jaar geleden, toen stemde u tegen. Zeker. Heeft u een draai gemaakt dan intussen? Nou, toen had ik zelf vrijhandelsverdragen in mijn pakket. Ik was toen woordvoerder voor de buitenlands handel. Ja. Dus ik weet precies waarom ik tegen was. Mm-hmm. En de bezwaren die we toen hadden, die hebben we nu nog steeds. Okay. Wel is het inmiddels zo dat CETA er is, het bestaat en al 3 jaar wordt het uitgevoerd. En die laatste punten waar we nu meer toezeggingen hebben geprobeerd te krijgen, daar hebben we ook wel forse toezeggingen van de minister gekregen. Ja. Zo zullen we de boeren beter kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De productiewijze in Canada, die zal echt getraceerd kunnen worden tot haast op boerderijniveau. Mm. Of daar inderdaad wel alles gebeurt zoals afgesproken is. En er zal ook een groot fonds komen voor boeren die vooruit willen om met kringlooplandbouw voorop te lopen naar 21ste eeuwse landbouw toe. Zodat ze nog beter de concurrentie aan kunnen met de Canadezen. Nou, dat klopt allemaal. Maar weer zeg ik, 4 jaar geleden was u tegen. U zit nu in de coalitie. En zie daar, u dreigt nu voor te zijn. En uw collega Voor de Wind moest misschien een paar kritische vragen stellen, maar... Nou, het zijn dezelfde kritiekpunten die we hebben. Voedsel, geschillenbeslechting. Maar op het gebied van voedsel hebben we nu echt al hele harde, mooie toezeggingen gekregen waar dit kabinet mee aan de slag gaat. En kringlooplandbouw is ook voor minister Schouten heel belangrijk. Mm. Maar ook voor ons land, om die omslag te kunnen maken. En wat het allerbelangrijkste is dat we de boeren willen beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Mm. En het ziet er naar uit, als inderdaad maandag die brieven komen waar we nog op wachten, dat we daar echt een hele belangrijke stap hebben kunnen maken. En dan zeggen we, weet je, handel is belangrijk. We zijn een grote landbouwexporteur, maar ook een grote landbouwimporteur. Handel is belangrijk voor ons land. Als het kan op een eerlijke manier met bescherming van onze boeren, dan kunnen wij daarmee leven. Ja, en u kunt het ook aan uw achterban uitleggen, want die mort een beetje op dit punt. Nou, met deze extra toezeggingen denken wij dat wij het kunnen uitleggen. Mm. Ja. Dan, de VN. Die hebben een zwarte lijst gepubliceerd van actieve bedrijven in Israëlische nederzettingen. Nederland tekende stevige kritiek aan tegen deze lijst. Ja. Eigenlijk verrassend. Voor het eerst. Ja, voor het eerst. Bent u er blij mee? Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. We hebben voor en achter de schermen hier voortdurend voor gepleit dat Nederland eindelijk eens een keer wat laat horen tegen die eenzijdige anti-Israël aanpak van de VN Mensenrechtenraad en andere VN-organen. En nu eindelijk laat Nederland eens een keer van zich horen. Ja. Daar hebben we hard voor gestreden. En daar zijn we heel erg blij mee. Is dit dan een voorzichtig begin van verandering van beleid? Nou, we zullen in ieder geval voor en achter de schermen blijven strijden. Ja. Dat dit nou gewoon eens een keer ook doorgezet wordt. Zodat er niet een oneerlijke, eenzijdige anti-Israël sfeer is in die raad. In ieder geval niet van Nederlandse zijde. En hier heeft Nederland nu echt eens een keer zich helder uitgesproken. En dat vind ik echt vooruitgang. En wij blijven daar het kabinet wel achter de broek aan zitten. Ja, want dan weer zeg ik, u zit in de coalitie. Zeker. U kunt dus aan de knoppen draaien. Nou, en hier hebben we ook de afgelopen jaren telkens wanneer de VN toch weer anti-Israël besluiten nam en Israël op een andere manier behandelde dan andere landen, kregen we heel veel kritiek van, jongens, jullie zitten in die regering, doe eens wat. Nou, we hebben heel veel gepraat met de mensen die erover gaan. Ook geprobeerd om vooraf meer controle te krijgen over de geluiden die Nederland daar laat horen. Ja. En ik denk wel dat dit de tweede keer is in deze kabinetsperiode dat het nu ook zichtbaar is dat we daar ook achter de schermen duwen. En nu wil ik ook dat het gewoon doorgaat. Dit is echt, dit kan een kentering in het beleid zijn. Oké, nu is die lijst opgesteld naar aanleiding van een motie in de Mensenrechtenraad. Moet de Mensenrechtenraad zich met dit soort dingen bezighouden? Die zijn toch voor heel andere zaken? Dat ben ik helemaal met u eens. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een farce wat daar vaak gebeurt in die VN Mensenrechtenraad. Ja. De woordkeuze in die moties, de manier waarop er gestemd wordt.
de landen die in die mensenrechtenraad zitten, die zelf de grootste schenders van mensenrechten zijn. Ja. Het is een circus en het is een farce. Mm. En op deze manier proberen we toch op een goede manier daar een kentering te brengen. Nederland heeft nu in ieder geval fors van zich laten horen. Ja. En dat willen we daar willen we voor blijven strijden. Ja, en weer ga ik even de geschiedenis in. Dat is soms heel handig om dat uit te zoeken. Die motie was in 2016, toen onthield Nederland zich van stemming. Ja. En nu blijkt Nederland ineens wel recht van spreken te hebben, of niet? De mond gaat open en zo hoort het. Ja, absoluut. Nee, had het toen al open gemoeten? Dit hele circus is natuurlijk al heel erg lang gaande. Mm-hmm. En we zien ook wel een glijdende schaal dat het steeds gekker wordt wat daar gebeurt. En ze verdraaien daar de geschiedenis met een soort van wijzend naar het internationaal recht. Maar het is natuurlijk internationaal onrecht wat daar gebeurt. En daar moet gewoon flink ingegrepen worden. Ja, Nederland is lid weer van de Mensenrechtenraad. En volgens minister Blok gaat Nederland zich inzetten voor minder resoluties gericht tegen Israël. Ja. Dat is kabinets, denkt u? Dat is kabinetsbeleid nu. En daar zijn wij heel tevreden over. Mm. En is dat namens de ChristenUnie in die richting geduwd? Of? Nou, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat we voor en achter de schermen hier heel hard op hebben zitten duwen. Want dit is echt een doorn in het oog. Ja. We gaan even naar slachtoffers van seksueel misbruik. Die zijn vaak niet in beeld bij hulpverleners. Veel meisjes, 25 kinderen per week gaat dat om, die erbij komen. En maar één van die 25 komt in contact met de hulpverlener. Ja, 24 van de 25 zijn naar schatting gewoon helemaal niet in beeld. Maar dat is een onthutsend getal. Dat is onthutsend. En dat komt omdat tot nu toe de opsporing wel in de maatschappij gebeurde, maar niet online, niet op internet. Er is eigenlijk zijn deze jonge meiden en soms ook jongens zijn niet in beeld, omdat er online eigenlijk geen mankracht op zit. Ja. En we hebben inderdaad nu een motie ingediend om ervoor te zorgen dat meer gaat gebeuren. Dat ook op internet kwetsbare jongeren opgespoord worden, zodat dit kan worden tegengehouden op allerlei sites. En we willen ook dat een hulplijn die er is voor mogelijke daders die over de scheef dreigen te gaan en hulp zoeken daarvoor, dat die hulplijn beter bereikbaar is. Want het blijkt dat er heel vaak niet wordt opgenomen, dat er allerlei uren van de dag dat die hulplijn helemaal niet werkt. Mm-hmm. En dat moet echt veranderen. We moeten onze jongeren beschermen tegen mogelijke daders. Ja, want u zegt dat signalement is er wel via gezinnen, via scholen, maar niet online dus. Klopt. Leraren hebben een hele belangrijke taak om op school kwetsbare meisjes en jongens te signaleren en te kunnen wijzen van hey, hier lijkt iets mis te gaan. Hulpverleners. Maar online is er eigenlijk niks. En op in ieder geval maar heel weinig. En dat moet echt uitgebreid worden. Mm. Want er zijn heel veel daders die juist online op zoek gaan naar kwetsbare slachtoffers. Ja. Er zijn bijvoorbeeld fora op internet die zoeken naar meisjes die gevoelig zijn voor anorexia. En dan gaan ze allerlei complimentjes geven. En zo worden meisjes langzaam ingepalmd. Ja. En dat is gewoon echt heel vreselijk. Het gaat heel vilijn dus. Het gaat heel vilijn. Het gaat heel langzaam. Ze bouwen vertrouwen op. Ja. En dan proberen ze contact te zoeken. Het is walgelijk. Ja. Tot slot nog even. Er komt weer een storm aan dit weekend. Ja. Bent u wat van plan te gaan doen? Ja, je moet oppassen met vallende takken in het bos. Maar ik zal ongetwijfeld de hond af en toe even moeten uitlaten. Ja. Dus, maar dan gaan we misschien de hei op. Ja, de storm Dennis. En waar de Kamer zich al niet mee bemoeit, maar er is een oproep om te stoppen met varen in het Waddengebied bij dergelijke stormen. Ja, nou, het is eigenlijk goed dat de Kamer zich daarmee bemoeit. Okay. We hebben een aangenomen motie, breed aangenomen, om de zuidelijke vaarroute bovenlangs de Waddeneilanden, om die te sluiten voor grote containerschepen als het zwaar stormt. Want we hebben de ramp gezien met MSC Zoe. Ja. Met al die korreltjes op het strand. Het heeft maanden geduurd om dat op te ruimen. Waar de natuur ontzettend veel last van heeft. Oh, ja, dat is echt een ecologische ramp. Ja. En daar varen de grote containerschepen 10 zeemijl uit de kust. Mm. En het is daar ondiep. En wanneer het getij laag is en de golven zijn hoog, dan kan het zijn dat de bodem van die schepen echt de bodem van de zee raakt. En dan heb je zomaar een ramp. Dus we willen dat Nederland de mogelijkheid heeft om die internationale vaarroute die binnen onze territoriale wateren ligt, om die te kunnen sluiten als het nodig is. Ja, dus we stormen even niet het bos in en ook niet varen boven de Waddeneilanden. Precies, we moeten onze Wadden, die toch een zeer uniek UNESCO-beschermd gebied zijn, die moeten we echt kunnen beschermen en dan moet de vaarroute dicht kunnen en dan moet het kabinet mee aan de slag. Helder. Dank voor dit gesprek, Eppo Bruins van de ChristenUnie. Dank u wel. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. En een heel goed weekend en graag tot dan. Dag.